Dik 2,5 duizend bouken uit Bullo Bats afgelopen 40 jaar verzameld. En door ben ziek om alle waken die te loon ooit schreef met B. Hij heeft ongeveer zo'n 84 bouken geschreven en ik heb ze alle 84 gewoon in en hand. En die wil ik zo mogen hebben. En welke een, heb je je nou? Nog dat is een, een bouk van een houtdun daar. Dat is met een stoomtrim van Groningen over Slachter naar Wagenborgen. Waarom meen je daar nog steeds zo hard? Ja. Ik ben nog vattahuur in het strunnen en ik heb me niet vattahuur nog hoeveel van. Schouwmeister, socialist, burgemeester, lid van de Tweede Komer. en bovenal schriever en maker van het grunnige woordenbouwk. Talon was een veelzijdige kerel, met ook minder bekende kanten. Een heel mooi bouwkje van hem is humor in het grunnige land. Ondanks dat ik vind dat hij misschien niet zo humoristisch was, had hij toch een bouwkje gegeven. humor in het grunnige land. En dat had ontzettend leuke in. Slacht hij ook nergens op. En een stukje dremuut, snauk in en snikken, en slachterduip. Een snikken die ging van slachter naar de stad. Slachterduip was in die tijd niet zo bereid dat die snauk in snikken een koffer kon. Dus de snauk die op bal en schip kon de deur. Slaagt eigenlijk nergens op, maar het is hartstikke leuk. Aankom Mond verschiet een herdruk van Hoezen van Gruindiek, een bundel van Teloon. En Aankom zomer is een tentoonstelling over Teloon in Slochter. Ik wil een andere familieverzommeling uh, van, van de boeken van Teloon die normaal nooit zichtbaar ben, wil ik gewoon aan de mensen van Slochter tonen. En waarom weet je dat? Waarom is Teloon vandaag de dag nog belangrijk voor ze? Uh, ik denk dat het, omdat het ook uh, de maan was van de Granige dus door de mensen en vooral de oudere generatie het ook wel interesse in. De tentoonstelling 50 jaar geleden door Tietkom opent op 21 juni in de kunsthal van het gemeentehuis van Slochter.